Goedenavond en welkom bij de update. Straks praten we hier in de studio over het Toon Hermanshuis. Eerst naar het nieuws van de afgelopen weken, met name voor komend weekend. Want de ondernemers die gaan hun winkel openen, ook hier in het centrum van Panningen morgen. En? Helemaal klaar ervoor. Klaar ervoor? Helemaal. Geweldig. Ik heb er echt zin in, dus... Ja. De winkelcentra in Panningen en Meijel gaven alvast een voorschot op de nieuwe maatregelen en de versoepelingen bij de aangekondigde persconferentie. Aanvankelijk zouden de winkels alleen op afspraak opengaan, maar het kabinet besluit toch om vanaf zaterdag niet-essentiële winkels volledig te openen. En daarmee geeft het gehoor aan het signaal dat ondernemers de coronamaatregelen helemaal zat zijn en weer open willen. In navolging van alle ondernemers in Nederland kunnen we als zichzelf respecterend centrum daar niet in achterblijven. Ik vind het goed, heel goed dat de burgemeesters een statement gemaakt hebben en een noodkreet naar het kabinet toe. Meerdere regio's hebben dat gedaan. Ik denk dat het kabinet er gewoon niet meer onderuit kan om nu de maatregelen te gaan nemen om de samenleving weer goed op gang te krijgen. Ben je er klaar voor morgen? Zekers. Ja? Ja, we hebben er weer veel zin in. Ja, okay. Het is goed dat de overheid wel zegt dat we weer open mogen. Ook voor Panningen Centrum zelf, dat weer wat te beleven is. Ja. Vanavond nog even afwachten natuurlijk wat ze precies gaan zeggen. Ja, klopt. Als we er nou uitzien, kunnen we weer open op afspraak. Mensen kunnen gewoon naar binnen. Zet paaltjes met lijnen neer, ja. 1,5 meter afstand. En dan gaan we gewoon op afspraak en netjes iedereen helpen zoals we eerder ook hebben gedaan. Ja. Ik merk gewoon, als er ook in het rek stond te snuffelen, kosten we maar naar binnen. Al is het op afspraak of wat dan ook. Dus ja, de mensen zijn heel positief. De versoepelingen gaan verder dan gisteren naar buiten kwam. Toen lekte na het katshuisberaad uit dat mensen alleen in een winkel terecht konden als ze een afspraak hebben. Er zal hoogstwaarschijnlijk vanavond iets verteld worden over het afspraken maken van klanten. Nou, dat gaat dus niet worden. Je kunt als consument niet op 3 plaatsen naar de winkel moeten gaan en thuis afspraken maken en buiten staan te wachten. Dus we hebben een goed beleid gevoerd. Ondernemers, maar ook de restaurants hebben bewezen in het verleden dat het heel goed kan, op een veilige manier. En dat betekent gewoon dat wij morgen de posters uitdelen en dan maximaal 1 klant per 20 à 25 vierkante meter, handen desinfecteren, mondkapjes op en afstand bewaren. En dat is ieders verantwoordelijkheid om zich daar aan te houden. We kunnen niks, we kunnen er heel veel van vinden, heel veel van zeggen. Ja, ik denk dat het wel voor ons toch echt meer dan lang genoeg heeft geduurd. Ja. Maar jullie hebben ook bewezen in het verleden dat jullie het heel goed en veilig kunnen regelen. Het kan. Alles kan op reservering. Alles wordt netjes gecheckt. We hebben meer dan ruimte genoeg om iedereen alsnog die afstand te bieden. We kunnen zoveel, maar we mogen niks. En dat is, het is ook een pijnlijk. Ik denk dat het ieders eigen verantwoordelijkheid is om zich aan de maatregelen te houden, zoals jij dat wil. Ja, dat gaat goed komen. En dan nog even op de horeca wachten. Ja. En dan kunnen we weer gewoon los zoals het is. Heel we moeten succes, het samen man. Doen en het heeft lang genoeg geduurd. Dat goed, wil ik wel nog even zeggen. Ja, we wachten netjes af, maar leuk is anders. Leuk is anders. En we kunnen er heel veel over vinden en heel veel over zeggen, maar dat heeft uiteindelijk ook geen zin. De samenleving is helemaal ontwricht. Het was hoog tijd dat er wat gebeurt. Daarbij komt nog, we zijn één Europa. Nou, wat gebeurt daarmee? Mensen gaan massaal de grens over. IKEA staat helemaal vol, de supermarkten die lopen vol. En de ondernemers hebben bewezen, en dat gaan we nu ook doen, dat het op een veilige manier en verantwoorde manier kan. De winkels in het centrum van Panningen openen zaterdag om 10:00 in de ochtend. Straks meer over het centrum van Panningen. Dan praat ik met wethouder Paul Sanders over de verbeteringen voor het centrum, het winkelcentrum in Panningen. En met name de toekomstplannen voor het parkeren. Eerst hier in de studio. Welkom Mai Maas Killaars en Martin Leenders in de studio. Gaan we praten over het Toon Hermanshuis. Want er komt ook iets in onze regio wat betreft dat Toon Hermanshuis. Vertel eerst even, Martin, wat is het precies? Toon Hermanshuis, dat is van oorsprong een inloophuis voor mensen met kanker, voor hun naasten, nabestaanden kan het ook zijn. Waar activiteiten kunnen plaatsvinden, maar ook waar gesproken kan worden over wat doet kanker nu precies met je? En hoe gaat het met je? Dat soort zaken. En we zien dat inloophuis in Venlo trekt heel veel mensen. Maar we weten ook dat we heel veel mensen nog niet bereiken, omdat de reis naar Venlo gewoon veel te ver is.
Maar die mensen gaan we nu ook in de gemeente Pelemaas bedienen middels een ambulant team. Ja, en ambulant betekent dat het bij de mensen thuis is straks. Dat is bij de mensen thuis, maar dat mag natuurlijk ook wandelend in het park zijn, zittend op een terras. Daar waar de vrijwillig medewerker en de hulpvrager zich prettig voelen. Ja, wat is uw rol precies? Ik ben regionaal manager voor Toon Hermanshuis Noord-Limburg. Dat wil zeggen dat ik voor 7 gemeentes in Noord-Limburg een ambulant team opzet en de plaatselijke coördinator ondersteun. Ja, en die plaatselijke coördinator zit hier? Dat mag u even zo zeggen, ja hoor. Ja, want Mai Maas, ook welkom. U gaat het in de regio hier, in de bijenregio doen? Ja, zeker. Wat wordt uw taak? Mijn taak wordt als coördinator om afspraken te regelen en mensen dus in te seinen van die of die heeft hulp nodig. Zou je daar alsjeblieft naartoe kunnen gaan? En dat ook netjes te registreren natuurlijk, dat hoort er ook bij. En verder doe ik mee met het ambulante team. Ik ben een van de ondersteuners, dus ik ga zelf ook naar mensen toe. Ja. Als mensen het moeilijk hebben op een of andere manier. Het lijkt me bijzonder eervol ook om te doen en bijzonder werk ook. Ik heb er ook echt zin in om te beginnen. Helaas zorgt corona ervoor dat we nog altijd niet begonnen zijn. We worden pas ambulant per 1 maart. Dus dan kunnen we bij de mensen thuiskomen, mits de mensen natuurlijk dat aangevraagd hebben. Ja. Ja. Want er is veel vraag naar, ook in deze regio. Veel mensen die zo'n Toon Hermanshuis willen bezoeken. Jazeker, er is zeker veel vraag. 1 op de 3 mensen krijgt helaas vroeg of laat te maken met kanker. En dan zie je dat ook voor deze regio er natuurlijk enkele honderden mensen zijn die per jaar de diagnose kanker krijgen. Wat willen ze vooral weten? Waar gaan die gesprekken? Het is met name psychosociale ondersteuning. Dus misschien ook zoeken opnieuw naar zingeving in het leven. Maar ook praten over wat doet die ziekte met mij? Of hoe ziet misschien straks mijn levenseinde eruit? Allemaal zaken waarbij die ambulante vrijwilliger van het Toon Hermanshuis een gesprekspartner kan zijn. Ja. Want hoe fijn is het dat je die dingen niet alleen maar met je partner kunt bespreken. Of niet alleen met je kinderen, maar ook iemand die wat verder van je vandaan staat. En dan gaat het niet, dat zei je net al in het voorgesprek, niet alleen over de dood. Hè? Dus misschien wel wat mensen denken, maar dat is niet zo. Gelukkig gaat lang niet iedereen dood die een diagnose kanker krijgt. Ja, gelukkig maar. En tegenwoordig met alle ontwikkelingen zeker niet meer. Daarom, ja. Ja. Maar er blijven natuurlijk zaken als onzekerheid spelen in een leven. Of wat doet kanker in mijn relatie? Allemaal zaken waarbij je met Toon Hermanshuis over in gesprek kunt raken. Ja. Wat had Toon Hermans met een huis? Of waarom is de naam naar hem vernoemd? Heeft te maken vroeger met de omgeving in Sittard. Daar is ooit het eerste Toon Hermanshuis ontstaan. Ja. In 1998 was dat. Ja, u heeft het goed helder. Ja, en vervolgens zijn er meerdere huizen dus ontstaan. Hè? Ook in de hele provincie liggen er. In heel Nederland liggen inloophuizen voor mensen met kanker. Alleen in het Limburgs of in het Zuid-Nederlands noemen ze Toon Hermanshuizen. Ja. Nog eventjes, waar vindt het plaats? Hè? Ambulant, meneer Leenders zei het al, op verschillende locaties. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Nou, de coördinator wordt gebeld. Of, het kan ook via e-mail trouwens. Je kunt natuurlijk naar het Toon Hermanshuis in Venlo bellen, e-mailen. En dan kun je aanmelden, dan word je op een lijst gezet. Word je enkele vragen gesteld van wat de bedoeling is, hoe je voelt, waar je behoefte aan hebt. En dan wordt een van de ambulante ondersteuners aan zo'n persoon gekoppeld. En die gaat dan naar die mensen toe, die maakt een afspraak, belt op. En die maakt een afspraak van een uur bijvoorbeeld en gaat naar de mensen toe. En probeert te helpen, vooral een luisterend oor te bieden ook. Ja. En eventueel te helpen met verwijzing naar adressen waar ze terecht kunnen wanneer ze bepaalde steun nodig hebben. En zeker in een omgeving waar de persoon zich thuis voelt, is dat extra prettig. Zeker weten. Dat wordt ook geprobeerd. Dus men probeert de mens te verwijzen naar een hulpadres in de eigen regio. Dus in Maasbree, in Panningen, in Helden. Want er zijn verschillende locaties waar dan hulp geboden wordt. Bijvoorbeeld gespreksgroepen, hulp tegen eenzaamheid. Hulp waarbij men zich met lotgenoten kan verenigen, van allerlei. Ja. Maar ook plekken waar men praktische ondersteuning kan krijgen. Ja. Ja. En dat probeert de ambulante ondersteuner uit te zoeken in ieder geval. Ook. Waarom vindt u het zich belangrijk om zich hiervoor in te zetten?
Ik ben zelf ervaringsdeskundige. Dat houdt in dat mijn echtgenoot gestorven is aan kanker. Mijn zus die heeft het jongere gedeelte in het Toon Hermanshuis mee opgezet. En mijn zoon heeft jarenlang meegereden met de Elf van Venlo. En ik ben zelf in contact gekomen met kanker, net als trouwens de meeste andere ambulante ondersteuners. Ja, die toch een link hebben, helaas met kanker, om er iets voor een ander mee te doen. Ja. Klopt. Ja. Ja. Dus extra mooi om iets terug te doen, denk ik, in uw positie. Ja. U gaat straks aan de slag in onze regio. In Peel en Maas. In Peel en Maas. Ja. Zijn er nog andere regio's die ook zo'n ambulante post krijgen? Die zijn er zeker. Dat gaat plaatsvinden in Peel en Maas, in Horst en de Maas, in Venraai, in Bergen, in Gennep en ook in Venlo. Maar in Venlo gaan we opdelen in 4 teams. En dat huis, dat blijft dan ook? Het inloophuis in Venlo blijft zeker bestaan. Ja. En vergeet Bezel niet, hè? In Bezel. Ja, dat is zeker voor deze regio ook belangrijk. En in Venlo zijn 4 teams aanwezig, hè? Venlo worden 4. Venlo stad. Ja. 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 Waar kunnen de mensen zich melden? Ze kunnen zich melden via de inloop op locaties telefonisch. Dat is het telefoonnummer 077-321-111-433. Of via e-mail, gemeentenaam@toonhermanshuis-limburg.nl of rechtstreeks bij de ambulante zorgverlener. Maar dat is op dit moment nog een beetje moeilijk, omdat de namen nog niet in omloop zijn. Dus voor nu even naar het algemene mailadres mailen. Voor nu graag nog even dat algemene mailadres. Dat is info@toonhermanshuis-limburg.nl. Ja. 1 maart is de datum waarop jullie actief willen zijn, maar het ligt natuurlijk ook een beetje aan de situatie met het coronavirus. Dat ligt zeer zeker aan de situatie met het coronavirus. Ja, ja. Dus daar is nog niet heel veel over te zeggen? Daar is niet heel veel over te zeggen. We streven om 1 maart actief te zijn, maar we komen zeker ook nog met een huis-aan-huisblad in de gemeente Peel en Maas op het moment dat we actief zijn. Ja. Veel succes daarbij. Zijn er ook mensen nodig, vrijwilligers? Of, Vrijwilligers mogen zich altijd melden. Ja, dat kan ook denk ik via dezelfde. Dat mag via dezelfde adres. Wegen. Ja. Dank en heel veel succes. En we horen graag hoe het hier in de regio gaat. Dank je wel. Dank je wel. Wij gaan verder en terug naar dat centrum in Panningen. Want Paul Sanders neemt ons mee, de wethouder, naar de plannen die het college heeft met het centrum. Met de plannen om het centrum van Panningen autoluw of zelfs autovrij te maken, moet het gebied verbeterd en aantrekkelijker worden. Het college wil daarvoor 2 varianten laten onderzoeken. Ja, goed. Het centrum Panningen, zeg maar, is economisch gezien voor ons heel erg belangrijk. Het is een regionaal koopcentrum, dus niet alleen voor Panningen, maar ook voor heel veel gemeentes en dorpen uit de omgeving. Er werken ongeveer 1000 mensen, dus heel veel mensen moeten hier leven van het winkelcentrum. En het gedrag is natuurlijk wel veranderd. Hè? Je hoeft niet meer van noodzakelijke boodschappen, wordt ook vaak online gekocht. Dus er moet steeds meer worden om mensen te verleiden. Dus we zullen iets moeten gaan doen om die mensen toch naar Panningen te krijgen. Om toch te zorgen dat hier de winkels van kunnen gaan leven. En daarom hebben we in ieder geval willen we gaan onderzoeken om te kijken of we het gedeelte van het centrum autoluw dan wel autovrij kunnen maken. Al langer is er de wens om het Raadhuisplein niet te gebruiken als parkeerterrein, maar anders te benutten. Het college stelt 2 varianten voor om het gebied anders in te richten. Met de minimale variant wordt er vanaf de voormalige locatie van het postkantoor aan de achterkant van de winkels aan de Raadhuisstraat een straat aangelegd. Voor dat plan moet de gemeente 4 woningen aankopen en slopen. De andere, maximale variant gaat nog een stapje verder en is daardoor ook wat ingrijpender en uitgebreider. 7 woningen moeten verworven en gesloopt worden. Net als op de Leerlooierstraat komen er dan parkeerplekken in het midden van de nieuwe weg. Ja, er zijn 2 varianten die we gaan onderzoeken. Eén variant is autoluw. Dat betekent dat we de huidige parkeerplaatsen die er zijn, die blijven er, zeg maar. Maar die gaan we wel anders gebruiken. Dus dan gaan we de Raadhuisstraat, dan gaat er minder autoverkeer erheen, waardoor je een stukje wat meer autovrij kunt maken en de voetgangerszone wat groter kunt gaan maken. Wat uitnodigender. De tweede variant is wat uitgebreider. Die gaat met name om het verkeer die nu in het centrum plaatsvindt op het Raadhuisplein, om die uit het centrum te plaatsen en achter de winkels eigenlijk neer te maken. En dat geeft mogelijkheden om het Raadhuisplein bijvoorbeeld voor een horecaplein van te maken of om daar bijvoorbeeld een park van te maken. De plannen zorgden de afgelopen weken voor wat rumoer in de buurt. Inwoners voelden zich overvallen door de plannen.
Ik wil zeggen dat we daar de bewoners wel van tevoren persoonlijk over geïnformeerd hebben dat we een onderzoek gingen doen. Maar aan de andere kant, het verhaal is ook wel dat in het verleden, dat ons verleden als gemeente was vaker woningen zijn aangeboden door mensen. Ze zeiden van nou willen jullie onze woning niet kopen. Ja, en dat is hartstikke leuk, maar als je geen plan hebt hoe het ooit moet gaan worden, dan heeft het op dat moment ook niet heel erg veel zin om met elkaar te gaan praten. Dus je ziet ook wel dat daar in het verleden ook wel eens vaker te sprake is geweest en mensen hebben gezegd van goh ja, willen jullie die woning niet kopen, want je hebt daar echt een voordeel mee. Maar ja, je moet dat voordeel wel duidelijk maken in een plan. Je moet wel kijken van nou, waar wil je in de toekomst naartoe. En het kan ook zo zijn dat je nu zegt van we kiezen bijvoorbeeld nu bijvoorbeeld voor de minimale variant. En straks, als de mogelijkheid er is, als de mensen misschien straks gaan verhuizen, dan kunnen we toch kijken voor die uitgebreide variant. Ook dat is een mogelijkheid, hè? Niet alleen twee varianten voor de herinrichting van het centrum in Panningen moeten onderzocht worden, maar ook de herontwikkeling van alleen de locatie van het voormalige postkantoor. Dat vinden de fracties van de gemeente. Dat bleek dinsdag uit de commissievergadering. Ja, dan ga je gewoon kijken hoe kun je dat terrein op een goede manier herinrichten. En met de parkeerplaatsen wat hier nu al zijn. Nou ja, dat is altijd een terugvaloptie. Dat hoef je eigenlijk niet te onderzoeken, want ja goed, dat is er gewoon. Het gaat vooral om het toekomstbeeld te schetsen naar de toekomst toe. Welke mogelijkheden zijn er voor dat terrein? Laat ik zeggen, als je bijvoorbeeld nu woningen bouwt, dan is de mogelijkheid om de achteruitslang, om een achteringang met het centrum te maken, ja, voor eens en altijd verkeken, want dan zijn er gewoon woningen. Dus je moet daar wel een visie aan ontwikkelen naar waar wil je naartoe in de toekomst. En ja, dat je alleen die locatie, alleen deze locatie gaat ontwikkelen, is natuurlijk altijd een terugvaloptie. Voor het onderzoek is €150.000 nodig. Aan de raad wordt in de eerstvolgende raadsvergadering gevraagd of zij geld beschikbaar wil stellen. Nou, we hebben natuurlijk de tipgroep van Panningen. De tipgroep van Panningen is een groep ondernemers en bewoners inzetten. En ook de woningbouwcoöperatie inzetten. Die zullen ook een belangrijke rol krijgen in het vervolgonderzoek natuurlijk. Om te kijken van ja, wat zijn de mogelijkheden. We gaan ook met die inwoners, met de bewoners naar een gesprek van die woningen die het aan hebben gegeven. Nogmaals, met een aantal is het verleden al heel veel contact geweest, maar een aantal nog niet. Dan gaan we kijken, dan komt er ergens in het tweede, derde kwartaal komt er een voorlopig resultaat. En dan uiteindelijk dit jaar zal de raad die keuze er hebben. Ja, vorige week werden ze tweede bij de Cupcake Cup en hier zitten ze nu aan tafel. Welkom Guusje en Julia. Proficiat met jullie tweede plek. Dankjewel. Hoe was het? Want de uitzendingen of de opnames zijn al een tijdje geweest, hè? Maar Julia, je kijkt wel terug op een hele leuke periode natuurlijk. Jazeker, ja. Het is echt... We zijn heel trots op onze prestatie en vindt ook... we hebben echt iets heel bijzonders meegemaakt daar. Ja. Hoe komt het om bij jullie om mee te doen? Hoe zijn jullie erbij gekomen? Nou, ik keek vroeger altijd Cupcake Cup, maar ik heb het al heel lang niet meer gekeken. En toen stuurde Julia mij een appje. Ze had dat blijkbaar op Instagram gezien of zo. Van, zullen we meedoen met de Cupcake Cup? Ik dacht, nou ja, prima, weet je. We kunnen altijd een auditiefilmpje maken. Niet weten dat we zo ver zouden komen. Het was eigenlijk gewoon voor de grap eventjes iets sturen. Ja, eigenlijk wel. En Julia, jij dacht dan gelijk, nou, dat gaan wij doen? Ja, ik zag het voorbij komen en we vinden sowieso bakken vinden we allebei heel leuk. En dacht ik, nou, dat gaan we gewoon doen. Ja, en zo gebeurde het dat je in de herfstvakantie bij de opnames was. Ja. Hoe ging dat allemaal in zijn werk? Vertel eens. We kwamen dus elke dag eraan en dan ga je gewoon, dan kom je de studio's in. En dan begin je eigenlijk met filmen en tussendoor moet je wel heel veel wachten, maar... Het is zo gezellig met die anderen dat eigenlijk de tijd heel snel voorbij gaat. En dan doe je twee opdrachten, krijg je de beoordeling. En dan aan het eind van de dag moet er helaas iemand naar huis. Want jullie gingen maar niet naar huis. Nee. Gelukkig niet. Nee. Wist je van tevoren al dat jullie best goed waren? Of? Eigenlijk niet, nee. We hadden onze kansen best laag ingeschat. Maar je weet ook niet... tegen wie je moet. Want je kan wel heel goed zijn, maar als iemand nog veel beter is, dan kan je nog steeds naar huis. Ja. Dus in die zin had er nog van alles kunnen gebeuren. Ja. Ja. Jullie krijgen heel veel soorten opdrachten. Hè? Vertel eens allemaal, doe eens een greep uit al die opdrachten die jullie moeten doen. Soorten, hè? Van allerlei dingen moesten, maken. We moesten bakken. Veel bakken wel. Maar we moesten ook heel veel andere dingen doen. Dus we hebben met chocola gewerkt. We hebben allemaal verschillende technieken van versieren. En, We hebben met chocola gewerkt. En cakesicles. Maar daar hebben we niet zo'n goede herinnering aan. Nee, want? Ging dat niet goed? Nou, we hadden aardbeien in het beslag gedaan. Maar het was een beetje gaan koken in de oven. Dus het was helemaal gaan bubbelen en zo. Oh, oh, oh. Robert was een beetje boos op ons. Hij zei, dat moeten jullie niet doen. Nee. Nee.
Ja, met, we hebben echt heel veel dingen daar ook geleerd over met chocola werken. En we hebben niet alleen cupcakes gebakken, maar ook koekjes. En ja, dan de cakesicles. Dat wisten we ook niet dat het bestond eigenlijk. Wat is dan een cakesicle? Een cakesicle is een... Ja, een popsicle, dat is een ijsje. Ja. En dan een cake, dus een cakesicle. Oké. Okay. En die doe je dan zeg maar, een cakeje in een malletje bakken. En dan doe je er chocola omheen en dan de versiering die je wil. Want we hebben hier zo'n cupcake op de achtergrond. Maar ja, jullie maken de meest fantastische creaties, hè? De kokosnoot cocktail nog, en van ballonnen nog. Ja. Ja. Maar die cocktail, dat heeft jullie misschien wel de das om gedaan, of niet? Ja, nou, toen ik terugkeek, vond ik hem niet zo heel slecht als dat ze toen het cijfer gaven. Een 6,5 was het, hè? Ja. Ik vond, toen ik terugkeek, vond ik hem toch niet zo heel slecht. Maar inderdaad, het was niet het beste wat we hadden gemaakt. We hadden betere dingen gemaakt. Waar ben je het meest trots op? Wat vond je de beste creatie? Toch wel, denk ik, de eerste opdracht. Van de schorten. Ja, en ik vond de frisdrankfles vond ik ook heel leuk. Omdat daar heel veel verschillende technieken waren daar bij van toepassing. Dus dat vond ik ook wel een hele mooie opdracht. Ja. En jullie hebben voor veel BN'ers natuurlijk ook iets moois. Ja. Wie heb je allemaal gezien? Soy hebben we gezien. Nikki, tutorials. Stephanie. En Nick Rosa. En Sterren. En Sterren, ja. Dus het is allemaal mensen die ook voornamelijk voor jullie doelgroep heel populair zijn. Hè? Ja. Wie was het leukste? Nikki Tutorials. Ja. Omdat cool toen Sterren er was. Er zat een slang mee, vond ik wel leuk. Over slangen gesproken, jullie hebben ook hier wat gemaakt, toch? Ja. Ja, we hebben van een paar opdrachten hebben wij een soort van nagemaakt. Ja, we hebben dus de alien gemaakt. Papa, kom er even bij. Nou, we hebben dus hier de alien gemaakt. Hou allemaal even omhoog, dan kunnen we het zien. De cupcake. Ja, de cupcake van de alien. Oh. Ja. Nou, dat is een monstertje eigenlijk. We hebben een alien gemaakt. Die hadden we daar volgens mij opname dag 2 al die gemaakt. Ja, de tweede dag. Weet je dan al wat je gaat maken? Of verzin je het dan ter plekke? Nee, we wisten helemaal niks. We hadden van tevoren wel allemaal filmpjes gekregen. Waarin ze hints gaven, zeg maar. Maar de hints sloegen echt nergens op, want het waren thema's, maar er werd nog steeds niet gezegd waarmee je ging werken of wat nou uiteindelijk de opdracht was. Dus je had al een beetje een idee, maar uiteindelijk was het toch allemaal anders. Ja. Ga even verder. Ja, we hebben... Je valt er dan af. Ja, we hebben een slang gemaakt. Deze hadden we bij toen Sterren kwam. Toen kreeg iedereen een slang voor zich en moesten we die namaken. En dan hebben we het schort gemaakt, van onze eerste opnamedag. Dus, toen waren de chefs ook heel blij met de beker die Guusje had gemaakt. Dus ja, die cupcakes hebben wij gemaakt. Ja, het zijn hele creaties, hè? Hoe lang duurt het voordat je zoiets maakt? Of is dat snel gedaan? Nou, we kwamen uit school en toen moesten we dat nog even snel. Hier is niet heel veel tijd in gestoken, maar... Nee. Ja, normaal, als je er echt heel veel tijd in steekt, dan bakken is beslag maken zo wel een kwartiertje. Voordat het uit de oven is, ben je ook wel 3 kwartier verder. En versieren duurt, denk ik, als je echt je best doet, ook wel 3 kwartier. Dus, ja. En in de tijd van de Cupcake Cup heb je gewoon best wel korte tijd om iets te maken. Nee, dat is echt helemaal stress. Ja. Maar ik denk dat het... kijk, thuis heb je niet al die middelen die je daar hebt. Want daar kon je gewoon alles zo pakken en rommel maken. want het fijne was dat je dat niet... Ja. Je hoeft helemaal niks op te ruimen. Nee. Je kon gewoon weg en alles werd opgeruimd. Nee, maar daar had je zeg maar echt alles. Dus ja, thuis dan zit je toch al met dingen die je niet hebt. Dus dan moet je maar gaan improviseren. En daardoor gaat het ook sneller. Ja, en je zit dan... zo met een doel, want ja, dus dan gaat het ook wel makkelijker. Ja. In de aflevering lijkt het alsof we niet echt veel stress hebben, maar daar was het wel anders. Maar geen ruzie met elkaar gekregen? Discussies. Heel goed. We gaan ze dan met name over wat je moet maken of waar gaat het dan over? Ja, nee, gaat over groottes, over hoe grote dingen moeten en maken. En over hoe je het moet maken meer. Ja. En we hebben vaak... zien we iets anders voor ons. Ja. We kunnen het al heel goed uitleggen, maar dan is nog een heel ander beeld. En dan vinden we toch het andere ding leuker en dan moeten we het opnieuw maken. Bijvoorbeeld bij de opdracht waar we een jurk moesten maken voor Nikki Tutorials. Toen
ik wou de cupcake andersom en jij wou weer andersom. Nee, hij moet zo. En ja. Dat werd uiteindelijk de Glamour cupcake. Ja. Met ook goede punten, toch? Ja, we waren heel trots op. 8 en 7. Ja. En ook nog een 8 voor in de finale, in ieder geval. Die cupcakey ballon. Ja. Ja, jullie mogen wel heel trots zijn. Ja. Ja. Na die opnames, jullie zijn lekker doorgegaan met bakken of kon je geen baksel meer zien? Nou, een cupcake. Ik was de dag na de opnames was ik jarig, dus ik moest alweer beginnen. Dus toen kon je vooral alle bezoeken. Ja, iedereen verwachtte natuurlijk. Iedereen wist wel dat ik er naartoe ging. Niemand wist hoe ver ik was gekomen, maar iedereen verwachtte wel dat ik al gelijk cupcakes ging bakken en zo. Ja, en nu kun je er niet meer onderuit, denk ik. Nee. Nee. En nu, wat zijn de reacties die jullie hebben gekregen de afgelopen? Ja, heel leuk. Ja, heel veel mensen ook waar je het niet van verwacht. Die stuur je berichtjes hoe goed het hebben gedaan. En dat ze, wij voor hun de winnaars waren. Ja, echt hele lieve berichtjes. Yara en Felice hebben uiteindelijk gewonnen, klopt. Mm-hmm. Ja. Ook goede winnaars. Ja. Ja, waren zij beter? Nou, ik denk dat het niveau een beetje gelijk lag, maar dat in de finale toch zij er meer uitsprongen. Ja, maar toch, het tweede plek. Ja, zijn er wel heel blij mee. Ja, precies. Geniet ervan, gefeliciteerd. Ja, hebben jullie zelf al een cupcake daarvan gehad? Dan kunnen we het even opeten in ieder geval. Ja, zeker. Als het mag van jullie. Ja, natuurlijk. Dan gaan we dat even doen. Dank dat jullie er waren. En geniet van die overwinning en heel veel succes nog in de toekomst met bakken. Wie weet ooit heel Holland bakt? Of jullie kennen Robert nu een beetje? Ja. Wie weet? Ja, wie weet. Dankjewel, dames. Dankjewel. Alsjeblieft. En hier wordt er overgegeven. Ja, dat weer. Hier wordt er action in, dus. Ja. En dat is ieders verantwoordelijkheid om zich daar te houden. Ja. Ik denk dat het wel voor ons toch echt meer dan lang genoeg heeft geduurd. Ja.